maken. En dit is zoals opgeschuimde melk eigenlijk hoort te zijn. Kijk. Ik weet helemaal niet of het goed in beeld komt, maar dit is voor de kat. Dat ga ik niet in de koffie doen. De vensterbak is ook niet helemaal schoon zo te zien. Maar zo hoort opgeschuimde melk dus. Kijk, te lezen. Iets steviger kan ook nog. Niet veel steviger. Het nadeel is, ik heb wel eens geprobeerd het restantje wat er overblijft van de melk na een paar keer opschuimen op te drinken, maar dat is net water. Dus kennelijk verdwijnt alle substantie die je ertoe doet, die verdwijnt in het schuim. Maar ik moet dit even opnieuw opschuimen, want anders dan doe ik er toch vloeibare melk bij. Dat vind ik minder lekker.